Lege fietsrekken, geen geplons en een dicht hek. Het Wantaibad gaat later open dan gepland. Het water is te koud. Dit komt door het slechte weer in de afgelopen periode. Medisch verantwoord is 15 graden. En dat was het niet. Het was vorige week nog 12. En het is nu 13. Dus er moet voor zaterdag nog 2 graden bijkomen. En dat moet de zon doen. Maar ook zonder bezoekers gaat het werk op het zwembad door. Vooral het controleren van de temperatuur van het water speelt erbij een belangrijke rol. Controleren van de machinekamer. Er is iemand bezig met controleren van de pompen enzovoort. Morgenochtend komt er weer chloor en zo. Dus er is altijd wel wat te doen. Hijsterk sluit niet uit dat het bad toch eerder open gaat. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Als het, ja, laat ik zeggen, vandaag maandag. Hè? Dus als het donderdag. Ja, wellicht wel. Kijk, het is zo dat als je open gaat, dan gaat het als een lopend vuurtje rond. Dus we hoeven daar geen advertentie voor te plaatsen. Dan zet ik het op het antwoordapparaat en op de website. Dat we dus inderdaad, doordat het weer zo ontzettend meeviel, nog een paar dagen eerder open gaan. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja, dan gaan we open. Maar zolang het zwembad niet open is, blijft de geldkraan ook dicht. Er lopen inkomsten mis, maar als het in deze periode. Dus zeg maar, we krijgen nog een periode van 14 dagen of 3 weken hittegolf. Dan komt dat weer terug. Dan komen alle mensen en veel meer komen zwemmen.